Toen weet ik nog dat ik de allereerste draaidag hier was. Toen was Wick vrij en toen was hij speciaal voor mij gekomen. En toen dacht ik, meneer Harms is speciaal voor mij gekomen. De held. Hey allemaal, wat ontzettend leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Goede Tijden, Zomertijden. En ik heb vandaag twee fantastische gasten, namelijk Faya Laurens en Ferry Doedens, alias Lucas Sanders en Jasmin Fuentes. Ja, hartstikke leuk dat jullie er zijn. We gaan vandaag hier in Hotel De Rozenboom weer uitgebreid terugblikken op 30 jaar Goede Tijden, Slechte Tijden. Waaronder het auto-ongeluk wat Jasmin fataal werd. Ja, en ik probeer natuurlijk toch een beetje een spoiler te krijgen uit Ferry, wat er gaat gebeuren met zijn personage Lucas. En verder gaan we weer afsluiten met Daily Talk, waarin we gaan bijpraten over de privélevens van onze soapsterren. Mm. Ik kan niet wachten, zullen we gewoon maar meteen beginnen? Let's do it. Ferry, jouw rol, Lucas Sanders, is vader geworden natuurlijk. Jij bent papa. Klopt inderdaad. Je hebt een zoontje, Wolf. Je bent ook helemaal into je zoontje in de serie. Hoe is dat voor jou dat Lucas ineens vader is geworden? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik het eigenlijk best wel leuk vind. Ik speel natuurlijk samen met Cecilia Adoree, die Tiffy speelt. En dit was ook een babytje die niet veel helde eigenlijk. Dus die moeder zo, hup, gaf ook gewoon zo dat kind aan ons. Die zei ook meteen van, het helpt niet. Dus ja, doe ermee wat je wil. En het was hartstikke relaxed. Dus het was ja, heel gezellig. Okay, dus het voelt wel goed om vader te spelen voor jou. Ja, zeker. Goed zo. Ja. Nou ja, en je hebt ontzettend veel verhaallijnen gespeeld. Controversiële verhaallijnen ook, want jij bent ook ooit verliefd geweest op Bilal. Klopt, ja. Dat was natuurlijk een moslimjongen. Ja, ja. Dat werd uiteindelijk niks omdat hij het geloof niet te combineren vond met homoseksualiteit. Klopt. Laten we even gaan kijken naar de scène waar jullie afscheid van elkaar nemen. Je hebt mijn hele leven op zijn kop gezet. Door jou weet ik wat echt is. En het voelt goed. Ik kan niet. Ik kan het niet. Het spijt me. Nu ik dit zo terug zit te kijken, denk ik van, oh, wat een jong koppie sowieso. En wel een hele interessante verhalen inderdaad, omdat hij er ook achter kwam dat hij homoseksueel was en toch op een gegeven moment het mocht niet van zijn ouders en moeilijk. En als je het nu ook zo terugziet, is het ook best wel heel emotioneel. Dat je verliefd wordt op iemand en je kan niet bij elkaar zijn. Eigenlijk om praktische redenen. Klopt inderdaad, ja. Ja, je hebt natuurlijk ook een prachtige verhaallijn gespeeld. Je bent getrouwd geweest met Menno. Ja. Het allereerste homohuwelijk in de Nederlandse soapgeschiedenis. Klopt, ja. Een rol van Dave Mantel, die is helaas niet meer onder ons. Nee. Ik krijg altijd een beetje kippenvel als ik daarover praat. Ja. Ja, hoe komt dat? Ja, ik vond het eigenlijk een van de mooiste verhaallijnen die ik in de afgelopen 11 jaar heb gespeeld. Kun je vertellen waarom? Het was groots aangepakt en 2 dagen draaien en iedereen was erbij en iedereen zag er mooi uit. En dat was ik vond het helemaal de bom. En we stonden tegenover elkaar natuurlijk wel met allemaal cast en crew erbij. Maar het voelde zo gekkig van, en mijn moeder was er ook, want ik zei, mam, kom gewoon even gezellig langs. En het voelde heel grappig, het voelde heel gek of zo, maar ik vond dat... Bedoel je bijna als een echt huwelijk of zo? Ja, ik kreeg ook helemaal kippenvel. En misschien ook omdat dat David er niet meer is, dus... Maar... Ja, maar ik denk ook het hele land kreeg een beetje kippenvel. Want het was het eerste homohuwelijk. Het was Voelde jij dat ook zo? Ja, ik denk dat, kijk, als we ergens kunnen bijdragen aan de hele emancipatie van homoseksualiteit, dan vind ik dat helemaal te gek. Maar ik denk ook, als het bij mensen vaak nog net iets te dichtbij komt, dan doen mensen weer een beetje dit, maar... Maar je hebt natuurlijk ook allemaal steden en zo waar je het allemaal niet zo hebt. Kijk, wij zijn komen uit de Randstad, maar in die kleine dorpjes en zo, waar het allemaal misschien nog een beetje taboe is, die kijken ook wel Goede Tijden. Dus ik denk dat het zeker wel meedraagt, dit soort onderwerpen, om het meer te accepteren. Ja. Zeker, ja. We hebben het net gezegd, je hebt veel fantastische verhaallijnen gehad van betekenis, ook echt veel love interests gehad. Heb jij nou iemand waarvan je denkt van, nou, dat zou nou toch eens leuk zijn na Tiffy? Ik kom erbij op. Nee, je zei... Nee, ik zit even te denken, ja, wie dan? Er zijn zoveel leuke acteurs. Oké, ga denken. En dan kom je er straks op terug, want ik wil het horen. Hey, kun jij een klein tipje van de sluier oplichten wat er na de zomerstop gaat gebeuren met jouw personage, Lucas? Er komt een soort van derde speler tussen Tiffy en Lucas te staan. Mm. En daar is Lucas niet heel erg blij mee. Die voelt zich bedreigd. Laat het daarop houden, ja. Ja, nee, maar het spannend. Wordt heel leuk. Ik heb de scripts gelezen en het nieuwe seizoen wordt echt helemaal te gek. Dus, leuk. Oeh, we kijken er allemaal naar uit. Hartstikke leuk. Ja, en dan Faya, de rol van Jasmin Fuentes. Jij had natuurlijk een relatie met de vader van Lucas. Jij was immens populair in die tijd. Ik kan me dat nog heel goed herinneren. Waarom besloot jij om te stoppen? Ja, zo populair als ik was, zo rebels als ik ook. Ik was heel ongeduldig, denk ik, heel jong nog. En ook
opstandig. Dus als een regisseur dan iets deed wat ik niet zo leuk vond, dan kon ik meteen zeggen dat ik de serie uit wilde en zo. En ik weet nog dat ik een keer een akkefietje had gehad en dat ik toen helemaal had gehad. Ik had helemaal gehad. Ik wilde weg en ik weet nog dat ik zei van ik wil de serie uit. Nou moet je daar niet nog even een nachtje over slapen? En toen zei ik oké, ik ga nog een nachtje over slapen. En toen kwam ik de volgende dag en zei ik, ja, ik wil de serie uit en ik wil dood. Ja, hoezo dood? Ja, dan weet ik zeker nooit meer terugkom. Waarom had je het dan gehad ineens? Ja, want je was populair, het ging eigenlijk allemaal fantastisch. Ja, maar ik had ook een soort arrogantie dat ik dacht dat ik goede tijden niet meer nodig had. Dus ik ben achteraf veel te vroeg weggegaan. Want ik kwam toen best wel in een dipje. Omdat op dat moment dat ik wegging, kwam Jolante in Onderweg naar Morgen. En alle audities die ik toen deed, daarna was zij ook. En zij kreeg ze allemaal. Ja, omdat zij wel op tv nog was. Ja. Dus daar dacht ik, oké, ik heb wel een beslissing gemaakt. Dus ja, dat zijn allemaal leerproces in het leven natuurlijk. Ja. En vroeger als 12-jarig meisje zei ik wacht maar tot ik later in goede tijden, slechte tijden speelde. Dat heb ik gewoon voor mezelf echt gecreëerd. Dat was echt je droom dus? Ja, ik heb er alles aan gedaan om het te bereiken. En toen ik er zat, toen dacht ik ook wil in Hollywood doorbreken, weet je wel? dus ja, dat soort dingen. Veel ambities. Veel ambities. Achteraf dus niet echt genoten van de tijd. Nou ja, je zegt net ik wilde dood. Ik wilde in de serie sterven, want dan kan ik niet meer terugkomen. Je hebt een auto-ongeluk gehad samen met Stefano, met jouw grote liefde. Jullie zijn het water ingereden en we gaan daar nu eens even naar kijken, dat moment. Jasmin! Ik krijg het helemaal benauwd als ik naar deze scène kijk. Ja, er zitten allemaal duikers wel om dat zwembad heen. Wie ieder moment uit die auto kunnen redden. Dus het valt allemaal wel mee. En dit is wel met stip. Nou, eigenlijk vind ik zelf die scènes die ik toen had met die broer, Tony. Die me toen een keer zo'n waterbak had geduwd met mijn hoofd. En die me wat aan wilde doen, vond ik zelf denk ik het allerspannendst en het leukst om te draaien. Maar dit was zeker wel nummer 2. Ja, en dan heb je natuurlijk die kist waar je in moet liggen. Macaber, ja. Ja, dat is wel spannend. Zo. Dat vond ik wel, weet je, dubbel. Ja, dat begrijp ik. Oh, die scène volgens mij wel, echt? Dat ik wit gesminkt als lijk ben. Wacht een keer. Oh ja, dat is wel heel heftig om te spelen, ja. Ja, zo'n mortuarium plateau. Dan denk je, zal hier echt iemand op hebben gelegen ook, in het echt? Ja. Oh, ja. Maar ja, dus dat en zo'n kist, ja, dat zijn wel aparte dingen, maar wel leuk. We hebben het al net over al jouw prachtige verhaallijnen gehad. Die had jij ook. Onder andere met Wick Jongsma. Ja. Met meneer Harmsen. Ja. Iconische figuur natuurlijk in de GTS-tijd. Ja, veel meegespeeld, ja. Hoe was dat om met hem te spelen en wat heb jij daarvoor herinneringen aan? Ik heb wel heel veel mooie herinneringen met hem, want de allereerste keer dat ik woonde bij hem, hè, bij meneer Harmsen, kwam ik binnen, was mijn allereerste scène. Toen weet ik nog dat ik de allereerste draaidag hier was. Toen was Wick vrij en toen was hij speciaal voor mij gekomen. En toen zei hij tegen mij, oh ja, ik wist dat je vandaag zou komen. Ik ben eigenlijk vrij, maar om je rond te leiden ben ik speciaal voor jou gekomen. En toen dacht ik, meneer Harms is speciaal voor mij gekomen. Je held. Oh. Ik weet nog dat ik dat dacht. En als ik dan soms wel eens moe word van mensen, van fans, nu weet je wel, 20 jaar later denk ik, oh nee, fai. Denk nog even aan dat allereerste moment toen jij nog onbekend was en meneer Harms voor jou speciaal naar de set kwam, weet je wel. Het was wel echt een droom die uitkwam. Je hebt ook, net als Ferry, een homoseksuele verhaallijn gehad. Je had een lesbische affaire met Isabella Kortenaar. Ja, dat was ook mijn auditiescène, hè, met Victoria haar. Victoria Koblenko. Met haar, mijn auditie. In de keuken van meneer Harmsen. Toen dacht ik, steek gewoon mijn tong erin, want dan komt het helemaal goed. Echt, ja? Doe naar dit. Maar je had de rol. Ja, precies. Je viel wel op. Ja, Ferry, ik heb eens even een beetje zitten neus in jouw Instagram. En je zei het ook al toen je hier binnenkwam straks. Ik ben ontzettend hard aan het trainen. Het is ook te zien. Je ziet er fantastisch uit. Nou, dank je. Doe je dat met een bepaald doel of gewoon voor jezelf om je fit te voelen? Voor mezelf. Toen we op een gegeven moment hoorden dat we niet meer gingen draaien, natuurlijk vanwege de corona, dacht ik, ja, of ik kan nu gewoon een zak chips leeg eten met smeerkaas. Of ik kan nu gewoon denken, mindset, die knop omzetten en gaan trainen. Dat ben ik eigenlijk gaan doen. Het is te zien. Je ziet er hartstikke goed uit. Lekker fit. Hey, daar heb je zelf uitgebreid over verteld ook. Jouw grote liefde en jij zijn uit elkaar. Is er inmiddels al een nieuwe man in jouw leven? Dat willen natuurlijk heel veel mensen weten. Of er een nieuwe man is? Nee, er is toch niet specifiek een nieuwe man, Mark.
Niet specifiek, maar gewoon gezellig. Ik heb het wel leuk, ja. Fijn om te horen. Ja. Dan wil ik nog even terugkomen op de vraag die ik al eerder stelde. Namelijk, wie is jouw gedroomde tegenspeler ik had er nog over na moeten denken natuurlijk. Weet je al iemand? Een leuke sexy man. Acteur? Een leuke, goede acteur? Nou, Michiel Huisman zou ik best leuk vinden. Ja. Ja, maar er gewoon ook echt gewoon voel erin. Nee, maar gewoon even voelen. Niet van tevoren de scène. Nee, maar gewoon wel seksscènes en gewoon alles erop eraan doen. Ja. Laten we dat gewoon doen. Maakt het niet uit. Goed ja. Zo. Nou, klinkt hartstikke nou, goed. Nou, dan wil ik ook wel met hem terug. Ja, goede tijd. Laten we dan gewoon een trio doen. Alles kan. Het maakt helemaal niet uit. Als de tweelingzus van Jasmin. Ja, laten we dat doen. Ja, Michiel. Ja. Hé, hey, nou ja, wat jij aan het doen bent, ik denk dat de meeste mensen dat wel weten. Je hebt een soort imperium opgebouwd. Je bent fantastisch goed bezig hè, met jouw business. Ja, ik ben eigenlijk wel bezig vooral met mensen te motiveren en activeren om de beste versie van zichzelf te worden in alle opzichten. Dus niet per se met sport en je lichaam, maar gewoon ook meer zoals je doelen behalen of doen wat je leuk vindt. Hey, je bent echt een inspirator aan het worden hè, voor veel mensen. Ik vind dat leuk om mensen echt verder te helpen. En ik geloof ook heel erg dat als je doet wat je leuk vindt, als je je hart volgt, dat je dan ook automatisch goed voor jezelf zorgt. Ja. We zaten net al naar die scène te kijken van Jasmin en toen zat jij naar jezelf te kijken. Je was toen hartstikke jong en toen zei jij, ik zie net mijn dochter. Hoe zou jij het vinden als zij nu in GTSD? Ja, dat zou ik wel heel erg leuk vinden, maar ik weet niet of zij het leuk zou vinden. Ik denk het niet eigenlijk. Maar heb je nooit met haar over gehad? Ja, zij hoeft niet zo Nee, ik denk niet dat ze zo snel in de goede tijden zou willen spelen. Mijn zoon daarentegen, die is 12, echt charmeurtje. Ja. Die zou denk ik daar wel warmer van worden, ja. Dat is echt een womanizer en hij weet ook gewoon iedere vrouw om zijn vinger te winnen, inclusief mij, zeg maar. Dus hij zou daar veel meer, dat zou hem meer liggen, denk ik. Maar ja, wie weet, maar ik zou het ze allebei gunnen. Ja, leuk. Ja. Nou ja, wie weet gaat dat ooit nog gebeuren in de toekomst. Dankjewel voor je mooie verhaal. Leuk ook die herinneringen en het boek wat je hebt meegenomen. En jij ook, Ferry, heel erg leuk dat jij er was. Fantastisch dat je nog steeds zo op je plek bent. Zeker. Bij GTSD en we hopen nog heel lang van je te mogen genieten. Ook met al die mooie verhaallijnen die je speelt. Dus helemaal top. Dankjewel. Dank jullie wel. En jullie thuis allemaal heel erg bedankt voor het kijken. En volgende week schuift hier niemand minder bij mij aan dan Tanja Jess. Met haar ga ik uitgebreid terugblikken op haar feten met Ludo Sanders. En dat wil je echt niet missen. Tot volgende week bij een nieuwe Goede Tijden Zomertijden.